6 jaar verbouwen is Utrecht Centraal klaar voor een groei van reizigers naar 100 miljoen per jaar. Utrecht Centraal is het hart van het spoorwegnetwerk in Nederland. Het is een plek om te moeten waar je afspreekt, waar je vertrekt, waar je aankomt, waar alles gebeurt. Het station is ruim, licht, overzichtelijk en het verbindt twee stadsdelen aan elkaar, Oost- en West-Utrecht. Ter ere van de officiële opening hebben NS, ProRail en de gemeente samen met de reizigers de hele dag feest gevierd op Utrecht Centraal. Het nieuwe station vormde het podium voor een uitgebreid entertainmentprogramma dat in het teken stond van ontmoeten en verbinden. Het was zelfs mogelijk om voor een dag te trouwen. De winkels op Utrecht Centraal zorgen ervoor dat je reistijd steeds meer eigen tijd wordt. In de hal vind je mooie foodcourts en een gevarieerd aanbod winkels. De wisselende pop-up, zoals die van Harry Potter, zorgt voor nog meer beleving. Maar wat Utrecht Centraal een unieke plek maakt om elkaar te ontmoeten, is de verdieping. Zodra je de trap naar boven neemt, laat je de hectiek van het station achter je. Daar vind je diverse rustige, sfeervolle bars en restaurants met voldoende ruime plekken voor ontmoetingen, zowel zakelijk als privé. We nodigen iedereen van harte uit om het zelf te komen ervaren. Dan moet je wachten en dan ga ik gewoon overal een beetje zo langs. Dan denk je, waar heb ik zin in? En ja, ik weet niet, dan heb je ook wel gelijk een bezigheid voor het wachten. Over het algemeen sluiten de voorzieningen wel aan op mijn behoeftes, dus dat is heel fijn. Ja, ik vind het overzichtelijker. Vooral het is rustiger, minder drukte, drukke stromen hier op het station. Dat is vooral heel fijn. En het golvende dak is mooi geworden.